Vet dat je weer kijkt. Ik ben vandaag op een hele vette plek. Ik ben namelijk op een oude luchtmachtbasis. Ik ben op parkvliegbasis Soesterberg. En het mooie aan oude militaire terreinen is dat ze vaak heel veel mooie natuur herbergen. En dus ik ga er lekker op uit vandaag om eens te verkennen wat hier allemaal te vinden is. En eens even kijken wat voor moois ik tegen kan komen. Ik heb al een aantal roofvogels gezien, al een paar buizerds, een havik die voorbij kon vliegen. Dus dat belooft wat voor vandaag. Ik ga er lekker op uit om te verkennen. Let's go! Filmen van dieren is ook altijd een beetje proberen de situatie te lezen. En net had ik een mazzeltje, had ik hem goed gelezen. Ik stond namelijk weer naar hetzelfde groepje reeën te kijken als wat ik net al zag. Alleen ze waren nu een stukje doorgelopen en het waren nu nog maar drie en het mannetje die liep nog een stukje verderop. Op een gegeven moment zie ik ze een beetje schrikken ergens van. Er gebeurde daar achter iets waar ze stonden wat ze niet helemaal pluis vonden. En vervolgens zie ik dus die reeën hier zo in volle galop over het veld aankomen. En ik denk, ja, die gaan de landingsbaan oversteken. Snel mijn camera goed neergezet. En ja hoor, goed gelezen de situatie. Reeën die staken de landingsbaan over, bleven er nog heel even open staan. En ze liepen door. En dat vind ik dan echt heel cool. Om zo'n shot te kunnen maken, dat je dat dan ook een beetje de situatie kan lezen. Echt heel gaaf. Dat is altijd leuk. Zat er een eekhoorntje en die zat precies achter een tak. En dan zag je alleen zijn staartje erachter vandaan steken. En toen op een gegeven moment zag je nog een pluimpje van zijn oor. Toen deed ik een heel klein stapje opzij. Toen had hij zoiets van, hé, daar ben je. De boom in. En weg was hij. Mooie beest. Dat was heel gaaf. Ik kwam hier zo aanlopen en hier achter mij, daar ligt nog weer een heel stuk van de landingsbaan, een van de landingsbanen. En ik zag er al een groepje van vier reeën staan. Die stonden daar lekker te grazen, heel gaaf. Dus ik kon heel mooi filmen in het ochtendlicht. Mooi op de achtergrond ook het Nationaal Militair Museum. En heel cool natuurlijk, ja, het is een oude vliegbasis en er staan in het museum staan nog een aantal vliegtuigen. Heel gaaf die reeën, met op de achtergrond die vliegtuigen. Nou, en vervolgens, toen kwam er dus nog een groepje van vier reeën, die kwam daar verderop, stonden die op het veld, behoorlijk wat verder. En toen op een gegeven moment, toen stond ik een buizerd te filmen met een kraai die hem volgens mij een beetje aan het pesten was, af en toe een beetje aan zijn staart aan het trekken. En ik zie opeens van achter in het beeld, zie ik nog een paar reeën die zo op hier de landingsbaan oversteken. Dus op een gegeven moment liepen hier 11 reeën, achterin vier, hier vooraan vier, kwamen er nog drie bij. En het is echt ongelooflijk, er lopen er hier zoveel reeën. Je kan ze ook vrij makkelijk zien. Het is, ze staan hier nu lekker te grazen. Dat komt natuurlijk ook omdat de stukken hier om die landingsbanen en sommige landingsbanen zelf ook, die zijn afgezet. Dus er kan niemand komen. Dus die reeën die hebben daar gewoon heerlijk het recht voor zich alleen. En die lopen daar een beetje rond, lopen daar een beetje te relaxen en een beetje te grazen. En als het dan in de opkomende zon is, je kan daar een paar mooie beelden van maken. Dan ben ik er gelukkig met. Helemaal geweldig.
Nog een van de dingen waar je aan kan herkennen dat dit een oude luchtmachtbasis is, zijn deze dingen. Munitieshelters. Hier werd munitie in opgeslagen. Dus hier lagen bommen, granaten, weet ik het, kogels. Nu zijn ze niet meer in gebruik. Maar wat wel weer heel mooi is, is dit zijn natuurlijk weer perfecte overwinteringsplekken voor bijvoorbeeld vleermuizen en voor andere, voor amfibieën bijvoorbeeld, kikkers, padden, salamanders, noem maar op. Dus dat ze er nog staan, dat is helemaal niet erg. Dat is juist mooi. Die vleermuizen vinden dat wel prettig. Kunnen ze hier lekker een beetje relaxed hun winter doorbrengen. Een grote bontespecht, de kanon hier zo. Er zit daar zo boven in de boom zit er een te tikken. Hier zit er nog een te tikken. En die beesten die zitten echt volgens mij bij elkaar een beetje wedstrijdje wie het hardst op die boom kan kloppen. Je hoort sowieso veel meer grote bontespechten. Die beginnen echt veel actiever te worden. Dus ik denk dat die het voorjaar in de bol hebben. Maar blijven mooie vogeltjes. Nou, een mooi puntje van herkenning, dat vliegtuig. Er stonden net vanochtend eerder op de ochtend de reeën voor. Schitterend gezicht. Ik ben ondertussen ook het bos weer uit en ik ga ook weer lekker op huis uit. Het is alweer mooi geweest. Lekker ochtendje zo, veel mooie dingen gezien. Veel reeën, havik nog gezien, buizerds natuurlijk. Spechten, zwarte specht gehoord, die komt nog een keertje. Die staat nog op de lijst. Maar voor nu was het een heerlijk ochtendje. Ik ga lekker op huis uit. Zie je de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei!